Ik ben weer in Alkmaar, waar ze het nieuwe Noordwest ziekenhuis bouwen. En dit is natuurlijk een enorme logistieke klus. Want je moet niet alleen weten wat je gaat bouwen, maar ook hoe, waar en vooral ook wanneer. Kortom, het valt of staat bij goede werkvoorbereiding. Hoi Arjen. Hey. Hey. Zeg, vorige aflevering heb ik onder andere gesproken met Michiel. Maar jij zit in die fase daarna, als ik het goed begrijp. De werkvoorbereiding. Ja. Dat klopt. Maar wat houdt dat praktisch in? Nou, je moet het eigenlijk zo zien. Hè. We hebben eigenlijk drie vakgroepen in de bouw. Michiel die maakt het plan. Daar kan je alleen nog niet van bouwen. Nee. Dus wij bereiden het voor. En het derde team is dat je dat de uitvoering ermee aan de slag gaat. Dat vertaal je in een plan wat... Nou ja, uitvoerbaar dat is. Dat iemand kan uitvoeren. Ja. Ja, als voorbeeld, deze ruimte moet een schuifdeur komen. Ja. Die hangt in die wand. Ja. Dus ik weet waar die moet komen. Ja. Alleen je weet nog niet hoe je moet bouwen. Nou, dat werken wij dus uit in productietekeningen. En van die tekening maken we ook nog weer eens productiedetails. Dus waar nou precies die houten stijlen komen en allemaal teksten buiten. Het is iets ingewikkelder dan wat ik bij de IKEA meekrijg. Dat wel. Ja. Maar dit ziekenhuis bouwen we één keer. Dus het moet in één keer goed. Even om dat voorbeeld van die schuifdeur dan te gebruiken. We hebben het over... Niet alleen waar die schuifdeur moet komen, maar ook hoe. Wat je daarvoor nodig hebt. Je doet dan de inkopen. Ja, doen we ook. Ja. En jij zorgt dan, of jij bepaalt dan, wanneer het gebeurt. Wanneer doet de uitvoerder. Maar ik coördineer wanneer wat voorbereid moet worden. Ik tref jou nu heel erg rustig achter je scherm aan. Maar een doorsnee dag zit jij niet de hele tijd hier? Ik ben hoofdzakelijk van mijn stoel en ik ren door de keet. Ja. Ik voel me een soort van vliegende kiep door de bouwketen heen. Hey, Deborah. Hi, Deborah. Hi, Daan. Hi. Wat is die met die doorgeefkast? Ja, de doorgeefkast die is breder dan nu de sparing in de wand is. Want hoeveel scheelt dat? 13 millimeter. Maar dat is zo'n stukje. Ja, dat is zo'n stukje. Maar dat maakt het verschil tussen of de kast past of niet. Dus jullie zorgen ervoor dat alles... past. Ja. Klopt. Ja. Die kast levert het ziekenhuis zelf. Ja. En het is ook wel fijn dat ze er aankomen, dat die gewoon in één keer past. Ik vraag me af of dat nou in de middelstutwanden goed gaat. Dus, en die worden buiten al gebouwd. Ja. Dus ik ga dat eventjes navragen. Ik kom er even terug. Maar bedankt voor de tip. Ja. Die kunnen we wat mee. Graag gedaan. Doeg. Doeg. Hey Dennis. Hoi. Ik kom nu met de Deborah vandaag. Ja. Het gaat iets met die doorgeefkast. Yes. Ze hebben die maat aangehouden, maar het moet 727 zijn. Mm-hmm. Kan jij even kijken wat hier nou aan de hand is? Of dat goed gaat? Ja, ik doe. Anders even met de uitvoering afstellen. Doe gelijk. Succes. Yes, dankjewel. Oké, Arjen, zo rin jij dus de hele dag rond met Post-it. En ga je overal achteraan? Ja, dat klopt. Dat is de hectiek van de dag. Ja. Is dit dan ook datgene waar jij blij van wordt? Ik krijg van bouwen krijg ik wel energie. Ja. Wat maakt die bouw zo mooi voor jou? Het mooie is dat je iets neerzet. En iets praktisch, iets tastbaars neerzet. En ik krijg ook weer een nieuwe kans op een nieuw project. Ja. En dat is het mooie. Je sluit iets af en je begint weer iets nieuws. Nou ben ik wel benieuwd hoe het nou verder gaat met die kast die past. Het beste hoe zo'n productietekening nou tot stand komt, dat kan je het best aan Deborah zelf vragen. Dan ga ik eventjes naar Deborah. Ja, je weet waar ze zit. Ja, schrijf jij het even op je post-it dat ik naar Deborah ga? Daar ga ik niet bij, jou. Doei. Ik heb net bij Arjen gezien dat er dus een probleem was in de werkvoorbereiding. Namelijk een doorgeefkast. Die paste niet in een nis. Deborah die had dat ontdekt, maar hoe loopt dat nu verder af? Nou, dat ga ik van Deborah horen. Nou, Deborah, je hebt Dennis wel aan het werk gezet, hoor. Ja, met die doorgeefkast. Ja, die heeft weer wat te doen. Ja, anders had die kast dus niet gepast. Nee, dat klopt. Nee. Hey, kan je mij aan die hand van die kast bijvoorbeeld laten zien wat jouw werk als werkvoorbereider dan praktisch inhoudt? Ja, dat kan ik. Dit zijn wandaanzichten van de operatiekamer. En hier hebben ze aangegeven hoe groot de doorgeefkast is. En ik ben er dus achter gekomen dat die maat niet klopt. Waardoor die dus niet in die nis past? Waardoor die daar niet in die nis past. Oké. Okay. Nee. Deze tekeningen worden aangeleverd door de bouwer van de OK's. Dus wij sturen alle gegevens naar de bouwer van de OK's. Ja. En zij gaan aan de hand van die gegevens maken zij hun productietekeningen. En die productietekeningen, die controleer ik. En is het dan zo dat jij hem nu moet gaan aanpassen? Ik geef het aan dat zij het moet aanpassen. Ja, alsof je nakijkwerk aan het doen bent. Ja, dit is echt nakijkwerk. Ja, dus hier een paar krulletjes. Ja, en, dan weet ik ook waar ik gebleven ben. Ja. Dat is ook omdat je veel controleert, want het is een heel groot ziekenhuis. Ja. Dus het komt allemaal heel veel keren voor. In wat voor hoeveelheden moet ik denken als je het hebt over waar jij dan verantwoordelijk voor bent? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld 75 schuifdeuren gecontroleerd. En zijn dat allemaal, is dat één standaard schuifdeur? Nee, dat zijn allemaal wel verschillende schuifdeuren. Ja. Dus dat zijn 75 tekeningen? Bijna, ja. Dat zeggen de helft. Ja.
En geldt dat dus ook voor al het andere wat jij moet controleren? Ja, ja zeker, ja. Ja. Maar is het dan toch een soort van zoek te verschillen? Ja, dat zo, daar kijk je wel naar inderdaad. En je kijkt of je opmerkingen verwerkt zijn, maar je hebt ook wel technische kennis nodig om dit te kunnen beoordelen. Ja, want jij hebt ook een technische achtergrond. Ja, zeker. Ik heb hbo-bouwkunde gedaan. Ja, ik vind het echt waanzinnig knap hoeveel puzzels jullie aan het leggen zijn. Ja. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die hele grote puzzel hier buiten gelegd kan worden. Ja, dat die klopt. Ja, ja. Echt knap. Hé, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Doeg. Zorgen dat de bouwers hier binnen weten wat ze hoe moeten bouwen en wanneer. Dat is werkvoorbereiding. Een enorme puzzel, maar als je van puzzelen houdt, een hele leuke en uitdagende.